Ik ben ooit gaan bieren als grapje, gewoon in de keuken thuis. En dan ga je door en dan ga je smaak ontwikkelen, je gaat recepten bedenken. Ik was vroeger kok, dus je kan heel gauw ook smaak in je hoofd zien. Of stel dat ik nou eens drop aan mijn bier toevoeg of rozijnen of appelstroop. Maar dat bedoel je ook met ik wil het beste bier maken, bedoel je dat is een ongoing proces. Dat gaat, je bent nooit meer klaar. Nee, een andere smaak. Of andere probeert... smaak, de smaak wisselt van de consument, verandert. En zelfs maak je, je eigen smaak verandert ook. Dus constant ben je bezig met nieuwe ideeën, andere technieken. Ja. En ik probeer me te onderscheiden. Ik maak geen pils, ik maak geen wit, ik maak geen dubbel, ik maak geen triple, ik maak geen blond. Wat blijft er nog over? Genoeg. Ja? Meer dan genoeg. Stout, sporten, saison, van alles. Als enige in Nederland maakt Kees gebruik van een hopback, een typisch Engelse brouwmethode. Hopback, ik vind dat het zou een goed scrabblewoord zijn. Ja, wat is dat eigenlijk, een hopback? Een hopback is eigenlijk een soort theezakje, teabag. Een tasje waar hop in gaat. Ja, maar dan een hele grote tas van ijzer waar we gewoon vol stoppen met hop om... Dat is dit mooie apparaat. Dit is echt het vat waar de ultieme smaak aan het bier wordt toegevoegd. Ja.